Good! Kelfam, ik ben Kelvin en dit is Senna. Lekker goed dat je er bent. Voor het eerst niet geflasht. Hoe gaat het met je? Goed. Lekker man. Hey, we zijn hier vandaag weer om een nieuwe video te maken voor jullie. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Senna. Senna en ik hebben iets heel leuks bedacht voor vandaag. Hey! Het is feest! Ja! Het is feest! Woehoe! It's a party again! And you know? Always party with Senna Kelvin. Mocht je Senna nog niet kennen, Senna is stel jezelf voor. Ik ben Senna. Kelvin's zusje. Ja. Lekker. Hey, je hebt best wel een harde box voor een 10-jarige. 11-jarige inmiddels. Er is er een jarig, hoera! Hoera! En dat kun je wel zien, dat is Senna. Willem. Willem. Ben je na een jaar niet eens een keer zat van mij? Nee. Echt niet? Je mag het gewoon eerlijk zijn hoor, meisje. Dus vind ik het totaal niet erg. Like de video. Mocht je nou denken, hey Senna, wat is dat voor leuk mens? Dan kun je ook op haar abonneren. Zij heeft een YouTube kanaal, Senna Bellet. Hey, kijk eens gaan met deze blije big van dit. Wat heb je gedaan vandaag? Laat het show it to the people. Hey! Hey! Wat is dit? Eerste doos. Wat is, ja, maar wat zit er in die doos? Kleding. Kleding? Voor jou. Voor mij? Ja. Fuck. Als je al langer onderdeel bent van de Kelfam en al langer mijn video's kijkt, dan weet je dat ik soms video's maak waarin ik andere mensen kleren voor me laat kopen. Dat heeft Nina een keer gedaan. Dat ging ongeveer zo. Ik vind dit nou echt fucking leuk. Als je me ooit een huwelijk vraagt, trek dit aan. En dat heb ik een keer met Marije Zuurveld gedaan en dat ging ongeveer zo. Ik heb dit voor je. Ik heb deze. Kut! No! Oh my shit. En nu is het tijd aan eigenlijk toch wel een van de meest hooggewaardeerde fashion-iconen in de industrie, Senna, om mij te gaan kleden. Ja. En het grappige eraan is dat jij bent zeg maar 10 jaar jonger dan ik. Ja. Dit is gewoon nog nooit gedaan op YouTube. Je hebt schoenen en shit gekocht. Dit heb je hebt nog meer gekocht. Dit zijn allemaal kleren voor mij. Ja. En ik hoop dat ik het een beetje boeiend vind. Hoe zou je je stijl omschrijven die jij hebt, ik gekocht? Ik heb heel veel verschillende outfits. Ik heb zeg maar echt heel veel. Snap je? Dus niet allemaal blauwe spijkerbroeken zeg maar. Ik heb heel veel verschillende. Oké. En is dat goed? Ja, denk ik wel. Eigenlijk zou ik vanaf dit punt maar één ding willen zeggen. Namelijk abonneer even op mijn kanaal. En vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen. Weet je, doe het, ik krijg er geen spijt van. Senna heeft het ook ooit gedaan, dus ze heeft ook geen spijt van. Of wel? Nee hoor. Ik geloof je. Lekker. Ik zou zeggen, doe je ding! Ik zal niet kijken. Het is wel leuk als het voor mij een verrassing blijft. Je hebt de hele doos kapot gemaakt. Ik moet die kleren nog terug kunnen brengen als ik het niks aanvind, hè? Ik heb niks gevolgd voor hè? Ja. Nee, ik zeg niks. Oh ja, we gingen met deze beginnen. Met die. En dan hadden we hier ook... gewoon open. Ja, joh. Oh, dit is leuk. Deze is leuk. Vertel. Ben je zenuwachtig of niet? Nee. We hebben een broek. Ja. En ik weet niet eigenlijk of jij het leuk gaat vinden, maar ik denk het wel. En een blouse. Het is best wel een netjes outfit. Dus je mag het uitpakken. Een netjes outfit? Ja. Oké, dit is het. Ja. Oké. Nice. Oké, ik ga hem even omkleden. Oké. Ik zoek er zelf wel even matching schoenen bij, oké? Ja, is goed. Tot later, doei! Oh my god, met mijn nieuw. Ik vind het best leuk. Hey, goedemorgen. Ik vind het best leuk eigenlijk. Hi, mijn naam is Wim. Oh ja. Hi. Oké. Aangenaam. Ja, ik vind het ook wel geinig. Ik vind het wel grappig. Ik heb deze schoenen erbij gedaan, want ik dacht, dat zijn de meest niet-zeggende schoenen die ik heb. Ik vind de broek best wel, ik vind de broek vooral leuk. Ja. Vooral dit. Dit hier was zo, dit vind ik nice. De blouse. Kijk, weet je wat het is? Je kan me dit geven, maar ik draag het toch niet. Maar de broek zou ik hem echt nog wel aandoen. Ja. Hey. Ik voel me wel echt netjes. Kijk hoe netjes ik ineens uitzie. Alsof ik op een sollicitatiegesprek ga. Welkom, hi, leuk. So, my personal philosophy of rehabilitation. Maar ik vind het wel, oké. Het valt me niet tegen. Okay. Maar ik vind hem nog redelijk soort van basic. De volgende is wel grappig. Grappig? Ja. Heb je een grappige outfit? Maar dat is ook wel, ik ga gewoon niks verklappen. Oké, lekker. Bring in the next outfit, man. Bata's included. Ja, maar je moet het even toelichten. Je moet even, wat is het? Oké, het is een zomer outfit. Wow, summer is coming, man. En de zomer hier in Nederland. Dus we hebben een korte broek, we hebben korte mouwen en we hebben schoenen. En de schoenen ga ik niet zo ver vertellen. Waarom niet? Omdat dat helemaal geheimpje is. Oké, let trouwens even goed op, want jullie moeten even aan het eind van de video in de comments laten weten welke outfit jullie het beste vonden. Ja. Hoe noem je deze outfit? Dit is de...
Kelvins eerste bijbaan. Ja. Kelvins eerste bijbaan. Oké. Okay, dat is deze. Dat is wel goeie. Oké. Okay. Heb je zelf ook een favoriet? Eigenlijk niet. Nee. Dit is wel allemaal goed. Ik vind ze allemaal al. Oké. Okay. Ook tot straks. Doeg. Oké, klaar. Oké. 3, 2, 1. Ik heb de zomer in mijn bal. Goedemiddag. Die broek is best kort. Ja, het is kort broekje, hè? Ja. Een korte broek staat jou niet. Maar dat is ook... Dat, ja, ja, ja. Ja! Kijk, weet je wat het is, Sam? Ja. Stel dat ik nou ooit helemaal gestrest word en besluit om op een eiland te gaan wonen en nooit meer internet wil, dan zou ik dit aandoen. Ja. Ik zou niet zomaar even op straat denken aan. Nou, dat shirt vind ik wel grappig. Ja, deze is nog best wel grappig op zich. Maar ja, ja. Ik weet het niet zo goed. Ik weet het ook niet zo goed. Nee, ik vind het best wel, ik vind het shirt best wel, ik vind het best wel geinig eigenlijk. Het shirt vind ik wel echt heel leuk. Jij dacht, ik zie een shirt met papegaaien en dat die koop ik. Ja. Ik vind dit wel, nu ik het zo zie, vind ik het best wel goed, best wel een goeie. Ja? Even eerlijk, een cijfer van 1 tot 10, wat geef je dit? Ik denk een 6,5. Wow, oké. Okay. Net gemiddeld. Ik ben gewoon net gemiddeld. 6,8, zoiets. Oké. Okay. 6,8, dat okay. Is wel. People out there, I'm the whitest man. So if I wear these pants, I'm very white. Gewoon, de melkboer komt even langs als je dit ziet. Goedemorgen. En de schoenen, ja. Ik, Weet je, no disrespect. Je weet dat ik je hartstikke aardig vind. Mm-hmm. Maar het is, gewoon niet, helemaal mijn favoriete outfit, weet je? Nee, ja. Begrijp je het? Lekker, wel goede afwisselende outfits. Ik ben wel benieuwd naar de volgende. Tada! Dit is eigenlijk gewoon een normale outfit. Ja. Rode trui, rood met wit. Ja. En normaal blauwe broek. Sick. En de schoenen. Verrassing! Oh ja, dit noem ik trouwens de onbewoond eiland outfit. De onbewoond eiland outfit. Ja. Deze zie ik wel zitten. Dit truitje. Ah, dit truitje voel ik wel. Ja, ik vind deze ook wel leuk, denk ik. Hij ruikt ook lekker. Oké, okay, we gaan. Ik ga het doen. Oké, tot straks. Bye. Joe! Stoel verwisseld, yes! Ready? Ja, I'm ready. Outfit number 3, man. Hey! Deze kan da, echt leuk. Da, hey, hey. Ja, man, ik voel me een geüpgraded versie van mezelf in deze trui. Ja. Deze vind ik niet normaal. Dit. Die vind ik ook echt leuk. En die schoenen ook. Ja, dit vind ik. Ik word echt zo gelukkig van dit. Ik ga deze trui gewoon de hele dag dragen. Dat weet ik nu al, serieus. Ja, ik vind het echt leuk. Nu voel ik me echt weer even myself. I feel Calvin again. Wat vind je het leukst? Ik neem de trui. Ja, hè? Daarna de schoenen, daarna de broek. Ja, de broek is gewoon. Oh, broek is ook leuk, maar ze is redelijk basic. Ja, ik voel me echt lekker. Ik voel me zo chill in deze trui. Ja. Heb jij stiekem hulp gehad van je broer en zus? Alleen van mama. Alleen van je moeder. En heb jij deze uitgekozen of heb je moeder deze? Alles hebben we een beetje samen gedaan. Nee, maar dat geloof ik niet. Geloof het niet. Jullie zeiden tegelijk deze trui. Ja, dat wel. Ja, echt? Ik vond die alle twee leuk. Oké. Okay. En ah man, I like it. It's good. It's nice. Hoe noemen we deze outfit? We noemen de paprika, De paprika outfit. We hebben de eerste bijbaan van Kelvin outfit. Daarna hebben we de onbewoond eiland outfit. En dit is de paprika outfit. You know why? Because it's red, man. And I like it. Thank you very much about this. Als het goed is, heb je nog een outfitje voor mij? Ja, naast. Wat zit je nou te grijnzen? Nee, maar deze gaat niet per se heel mooi staan. Wat? Maar het is wel leuk. Wat begrijp je niet aan? Koop outfits voor mij die leuk zijn. Nee, maar het is niet per se stom, maar ja, je moet gewoon even aantrekken. Oké. Okay. Wat is. What is that? What is this? Wat is dit? Je moet het even uitleggen. Het is een sportoutfit. We hebben een sportbroek, we hebben een sportshirt en we hebben sportsokken. Dus. En gelukkig ben ik heel sportief, dus past perfect. Ik vind oprecht dat voor zeg maar, tuurlijk, je hebt het samen met je moeder gedaan. Maar voor iemand die zoveel leeftijdsverschil met mij heeft, dat je het echt nog goed gedaan hebt. Je bent gewoon 10-jarige. Je hebt gewoon smaak. You got style. Yes. I like that. Zal ik gewoon gaan passen? Ja. Oké. Okay. Tot straks. Doei. Joe. Doei. Da. Hey. Let's go. Go, 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 go. Rechts buiten. Hey, ja. Let's go. Kom maar, nee.
opeens sportief. Dacht, deze kousen die maken het echt helemaal af. Wat dacht jij toen je dit kocht? Even grappen. Dat is toch mooi? Ik vind het leuk. Het zit zo comfortabel dit. Het zit echt zo lekker. Waarom mag je? Het ziet toch best goed uit? Ja. Hier, ik heb mijn Nike's maar bij aangedaan. Dit zijn de meest sportieve schoenen die ik heb. Neem je mij niet serieus als sportman van het jaar? Nee, maar ik kan je niet serieus nemen. Hoe is dat niet? Calvin trapt af. Niks mis mee. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Ik ben gewoon niet zo geloofwaardig als een sportieve dude. Nee. Maar ik kan best wel voetballen. Ik heb 4 jaar niet gevoetbald, maar het was wel leuk. Kom een potje tegen jou voetballen een keer. Okay. Pak jou. Vind je mij niet sportief genoeg? Nee, maar ja, weet je, ha, gewoon. No. Meest niet gewoon. Nee. Maar even terugkijken naar alle outfits. Welke vind jij het best? Ja, maar deze vind ik het leukst, zeg maar. Een leukst, grappig shit. Ja, oké. Okay. Ik denk dat die rode en die met die all-stars en zo, die vond ik wel het mooist, zeg maar. Die paprika outfit. Ja, ja. Oké, okay, we got this. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik ben wel trots op jou. Vind je dat je het goed gedaan hebt? Ja. Jij betaalt alles, toch? Toch? Nee. Oh, niet. Alright, Kelf. Mocht jij nou denken, hey, ik wil even mijn mening laten weten over de outfits die we hebben uitgeprobeerd. Klik dan even op het polletje. Die staat hier of daar. Ik weet het niet precies. Zeg, dankjewel. It's gone. Mocht je nou denken, hey, ik zou het wel leuk vinden om eens een keer te checken hoe Kelvin het doet als hij een outfit voor Senna gaat kopen. Dat hebben we ook gedaan. Ja. En dat hebben we op Senna kanaal gedaan. Dus check die sowieso. Die staat in de beschrijving en aan het eind van deze video. Doei! Brrr.